Bijna 30 Curaçaose tennistalenten onder de 18 jaar stonden dinsdagavond te trappelen voor een masterclass van de tennislegendes Henri Leconte en Shane Schalken. Even, wat de bal heb je? Ah, kom! Leconte en Schalken zijn twee van de tenniskampioenen die deze week meedoen aan de tweede Curaçao Tennis Legends op Santa Barbara. You come on, man! 5-6! Voor ons als tennisleraar is het natuurlijk fantastisch dat zij komen hier op Curaçao om het tennis te promoten. Dus ja, hoe meer van dit soort evenementen, hoe beter. Wij vinden het belangrijk om een verbinding te leggen van onze tennislezers naar die kinderen hier op het eiland. En dat doen we door middel van een aantal activiteiten, waarvan deze masterclass er eentje is. Oud Roland Garros finalist Leconte en drievoudig Wimbledon kwartfinalist Schalken gingen er bij onze toptalenten een dik uurtje zachtjes met de zweep overheen. Weliswaar met een glimlach, maar het leverde gutsende okseltjes op bij onze talenten. Ik zou niet zeggen dat ik zo goed zou worden, maar als ik harder zou werken, dan zeker. De les van de oud-profs was duidelijk. Succesvol tennisprof worden is een kwestie van keihard afzien. Wie niet in vorm was op de baan, had de spelcomputer als reddingsboei. Dan kun je zijn wie je wilt en winnen van wie je wilt. Coming to the net with a big forehand, it's a winner. Yes! Come on, Dominic! Uiteraard ging Henri Leconte ook bij het e-tennis ouderwets over de top als leermeester en commentator. You play with me, hè? Ja. That's crazy, hè? Yeah? Yes. You like it? Yes. Me too. Yes. Good.